Werdon, jullie kwamen de enorm snelle tegenslag niet meer te boven. Nee, dat is inderdaad, je loopt gelijk achter de feiten aan na zo'n 1-0. Ja, wat moet je ervan zeggen? Ja, gelijk uit. Het kan natuurlijk niet, maar zoiets gebeurt gewoon. Ja, je moet het tegen doen. Zonde, maar dat is wel de reden waarom je heel de wedstrijd inderdaad achter de feiten aanloopt. En vooral met hun snelle aanvallers, daar zijn ze heel gevaarlijk in en ook gewoon goed op elkaar ingespeeld. Grote sterke spits, dan geven ze hem op, die koppen ze door en dan gaan ze rennen. Ja, dat is lastig verdedigen als je met 40, 50 meter ruimte in je rug speelt, want je moet naar voren met die 1-0 achterstand. En dat heeft ons wel opgebroken, denk ik, deze wedstrijd. Ja, wat is dan het verhaal van de wedstrijd? Veel kansen, maar geen goals, of in ieder geval te weinig? Ja, ik denk dat we nog niet, we hebben niet goed gespeeld vandaag. En dat is de laatste week al een beetje het geval. En vandaag weer konden we elkaar niet makkelijk vinden, terwijl dat toch onze kracht is. Dat we met veel voetbal tot kansen komen. Ja, dat hebben we ook vandaag niet echt kunnen doen. Het was vooral met opportunistisch spel. Ja, en dan nog hebben we wel flink wat kansen gecreëerd. En dan moet die gewoon een paar keer goed vallen. En wat eerder op de 2-1 komen misschien. Dan wordt het nog wat. Nu was het denk ik 85 minuten. Ja, dan kan het nog steeds, maar dan wordt het wel lastig. Ja, en ondanks de vele kansen moet het spel wel beter. En ik denk, als je nu naar Katwijk kijkt en ons, dat het wel een heel lastig verhaal gaat worden. En dat ze dat niet meer weggegeven, dat is zonde. Ja, want het wat als Katwijk nog, dat fantaseren kunnen we wel ophouden. Ja, we moeten eerst zo wedstrijden gewinnen, wilden we dat gaan denken. Ja, en dat gaat nu met de kwaliteit die Katwijk heeft en wat ze de laatste weken laten zien. Ze verliezen bijna geen wedstrijd, dan kan je wel zeggen dat het over is.